We zijn weer te gast bij Montbalieu Jacques, Label Holsteins in Zuidschoten. Het is nu een tweetal jaar dat wij deze stal in gebruik hebben. Nog altijd tot onze hele grote tevredenheid. Het gebruik van de schuimer hebben wij ondertussen al een jaar in de hand. En eerlijk gezegd, wij zouden die niet meer willen missen. Gewoon omdat je zegt, ja, die uiertjes, peentjes, die zijn altijd netjes. De verzorging die is optimaal. Het celgetal van de koeien is in orde. En naar mastitis kunnen wij eigenlijk tot onze tevredenheid zeggen dat er eigenlijk niet heel grote problemen zijn. En waarschijnlijk, denken wij ook, heeft het te maken met het feit dat ze zo vlot die melk laten schieten. En dat ze dus goed uitgemolken worden. De speenconditie, die is nog altijd hetzelfde als verleden jaar. En ook naar kloofjes toe zijn er dus geen problemen. En die melk, die is daar direct volledig en die blijft stromen. Van die schuimer zijn we eigenlijk enorm tevreden. En we waren dan ook heel, heel blij dat er ook met hetzelfde systeem een nadip op de markt werd gebracht. Met dezelfde voordelen, het gemak van het aanbrengen van het product op de spenen van de koe, waarbij je minder risico's hebt om een keer met je armen tussen de koeien door te gaan. Jullie zien dat zowel dat heel klein speentje als de langere spenen echt correct gedipt zijn. We zijn dus heel blij dat we in plaats van deze cup, waar we soms eindeloos moeten opduwen en dan kijken en nog geen product genoeg, dat we dus met deze kunnen werken. Met één druk op de knop zien we dat het product inkomt. Nu is het een beetje meer omdat ik hem schuin gehouden heb. En daarmee kan je gerust de 5 tot 6 koeien gewoon doordippen. En is die ondertussen een beetje leeg, één duwtje op de knop en alle producten is er daar. Ook met hetzelfde voordeel in feite als met de schuimer vroeger. Dat je gemakkelijk bent om tussen de koeipoten door te gaan. Hè. Jullie kunnen dus zien dat het echt heel, heel vlot gaat. Ik moet niet altijd duwen met mijn handen. Ik heb altijd product in de voorraad. En dan hebben we dan ook nog, met deze dipper mag ik het wel zeggen, dat de dekking zoveel mogelijk toch de 2/3 van de speen behaalt en dikwijls zelfs 100% tot mooi tegen de uier.